De onthulling van een 13,97 meter hoge eenwielfiets en een plakkaat ter ere van Sam Abrahams heeft plaatsgevonden in het Monsignor Aloysius Zichem Sportcentrum op vrijdag 18 oktober. De organisatie die hierachter stond is de Stichting Sportdocumentatie Guno Hoen en het Rooms-Katholiek Bisdom Paramaribo. Pater Esteban Cross is namens het Rooms-Katholiek Bisdom in gebed gegaan. Namens Monsieur Karel Tjuni, de bisschop, wil ik van mijn kant alvast op de eerste plaats feliciteren. Een fantastisch resultaat is bereikt door een Surinamer die dan Suriname op de kaart heeft gebracht in het Guinness Book of Records, 2 keer. Vanuit het bisdom, toen ons werd gevraagd, zou hier er een monument mogen zijn, was het antwoord direct dat ja, we zijn daar heel erg mee vereerd. Het bisdom wil graag vanuit het christelijk geloof en vanuit de katholieke traditie dienstbaar zijn in de samenleving. Volgens de voorzitter van de Stichting Sportdocumentatie, Guno Hoen, Robert Butt, heeft het 15 jaar geduurd om dit alles voor te bereiden. In totaal heeft het ongeveer 8 maanden geduurd voor het bouwen van dit monument. De fiets is volledig gebouwd door Surinamers. De record is hier gevestigd. En de eerste verbeter van dit record is in Japan, niet door meneer Abrahams. Oké. En om die fiets te maken, daar is bijzondere kennis voor nodig. En Japan heeft het erkend op 2 manieren. Ze hebben alle kosten betaald voor de hele familie Abrahams die daar moest zijn en die fiets is daar geplaatst. En die fiets is eigendom van Japan gebleven. Onder die voorwaarden. Ze hebben gezegd, ik betaal alles, ik doe alles voor je, maar je moet liever fiets geven. En die fiets heeft een ereplaats. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft ook voor een nodige ondersteuning gezorgd. Sam Abrahams vestigde meerdere keren het wereldrecord voor het rijden op de hoogste eenwieler, met een afmeting van 35 meter, in de Guinness Book of World Records. De fiets is ter beschikking gesteld door de familie Abrahams. De vork en zadel zijn de originele uit 1977. Het monument staat op een centrale plek op de oprit van het Münchener Aloysius Zichem Sportcentrum, vroeger het NGVB-stadion. Drievoudig eenwieler recordhouder afkomstig uit Suriname. Voor de eerste keer de Sozes. Op 14-jarige leeftijd in 1977. Zijn tweede record in Japan in 1980. En zijn derde in de Verenigde Staten in 2004. Sam Abrahams, u heeft middels volharding laten zien dat alles mogelijk is. En hier kan de Surinaamse jeugd heel veel van leren. U heeft nu ook een eigen platform waarmee u anderen ook helpt plezier aan te hebben. Een bijzondere prestatie die zeer zeker waardering verdient. U heeft bewezen dat door hard werken en vertrouwen hebben er heel veel te behalen is. En dit kunnen onze Surinaamse jongeren meenemen bij het behoefte van elke tak van sport en alle activiteiten die ze uitvoeren. Thank you.
De Academie in de Verzorging en Behandeling van Natuurlijk Haar, Design Essentials Natural Hair Academy Suriname, heeft op maandag 14 oktober 2019 haar deuren officieel geopend. Minister Stephen Tsang van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft de opening verricht. We merkten dat er een behoefte was op natural haarverzorging, op het gebied van natural haarverzorging. En we wilden mensen ook graag tips en tricks daar bijgeven. Dus toen ontstonden er kleine workshops. We werden eigenlijk een beetje overweldigd wat betreft de behoefte. En voor mij is het dan wat ik al zei, dat het gewoon logisch was dat er een hele opleiding aan gekoppeld moet worden. Die behoefte merkten we bij zowel eindconsumenten als professionals. Dus mensen die al het kappersvak onder de knie hebben, die al opgeleid zijn tot kapper, maar toch niet voldoende tijdens hun opleiding onderwezen zijn wat betreft natural hairstyling. Nou, we hebben zo net heel mooi bericht gehad van het ministerie van Handel en Industrie en Toerisme. Dat er bepaalde fondsen bestaan binnen het ministerie om dit soort kleine ondernemers te steunen in het opzetten van hun onderneming. Ze krijgen van ons in ieder geval de tools mee om zo een onderneming te kunnen starten. Dus het is niet alleen maar dat je leert vlechten of twisten of rollers indraaien, maar je leert ook een onderneming hebben, een onderneming draaien. Het bestaat uit een basis- en een vervolgopleiding. De basisopleiding die duurt 8 maanden en er zit een stage van 2 maanden in begrepen. De minimumleeftijd is 16 jaar en het zijn mensen die tenminste het VOJ-niveau hebben. Die zich kunnen inschrijven. En dan hoeft men niet speciaal al een kapster te zijn. Dus ook een leek die kapper wil worden wat natural hairstyling betreft. Die mag zich inschrijven op de academy. Het kappersvak een vak. Bij een vak komen bepaalde technische aspecten en een bepaalde diepgang kijken. Er komt dermatologie bij kijken. Er komt kennis over haar anatomie bij kijken. Er komt ondernemerschap bij kijken, wat ik al noemde. Je kan je kunst van het vlechten kan je tot op een higher level brengen door je te specialiseren. Als iemand komt met haarproblemen, als iemand komt met schimmelen, haarroos, weet je wat je moet doen en weet je waarom? Weet je welke producten je kan gebruiken? De opleiding die helpt je daarbij. Een van de cursisten heeft aangegeven wat haar verwachtingen zijn. Ik heb voor deze cursus gekozen omdat ik ook als kapster, als ik later kapster wil worden, wil ik veel meer weten over hoe natural hair behandeld wordt en wat er nog meer te doen is. Als je natural hair gaat behandelen, welke producten nodig zijn. En om ook verder dan een vaardigheid op te doen. Ik wil kapster worden, een gecertificeerde kapster. Als ik deze opleiding heb afgerond, ga ik dan ook verder kijken van hoe ik mijn eigen salon, mijn eigen salon kan opzetten. Dus welke stap ik allemaal moet ondernemen om het te doen. Het ministerie van Arbeid hield in samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie, de ILO, een 2-daagse training over gelijke behandeling in arbeid. De training was bestemd voor tripartite partners en heeft tot doel de bewustwording over conventies die betrekking hebben op het tegengaan van ongelijkheid op de werkvloer en in dienstbetrekkingen te vergroten onder de sociale partners. Het gaat hierbij om de conventies Equal Remuneration Convention en Discrimination Employment and Occupation Convention. Zoals u weet, had onze regering tegenover de andere landen in de CARICOM een behoorlijke achterstand. Ik gaf dat inleidend al aan. In het maken van committeringen met betrekking tot de fundamentele rechten en principes op de werkplek.
Suriname had tot voor kort namelijk de gelijkheidsverdragen ILO conventie nummer 100 en nummer 111 onder andere nog niet geratificeerd. Dat is inmiddels gebeurd. Ja, toch? In deze regeerperiode hebben wij mede door de opdracht gegeven door de grondwet de achterstand op het gebied van de ratificaties ingehaald. We hebben dat volgaande gedaan omdat de grondwet een aantal geboden inhoudt die wij in acht moeten nemen. Het klinkt vanzelfsprekend, maar het is niet vanzelfsprekend, hoop ik u daarnet te hebben voorgehouden. Ten eerste is er het algemene antidiscriminatie van artikel 8 van de grondwet. Artikel 27 bepaalt verder dat het de plicht van de staat is om het recht op arbeid zoveel mogelijk te waarborgen door gelijkheid van kansen bij de keuze van beroep en soort werk te garanderen, alsmede te verbieden dat toegang tot enige functie of beroep wordt verhinderd of beperkt op grond van iemands geslacht. Verder bepaalt artikel 28 van de grondwet dat alle werknemers zijn ongeacht leeftijd, geslacht, ras, nationaliteit, godsdienst of politieke overtuiging gerechtigd tot beloning voor hun werk naar gelang van hoeveelheid, aard, kwaliteit en ervaring op basis van het beginsel van gelijk loon voor gelijke arbeid. Zie daar het belang van de ratificatie van de genoemde verdragen. We hebben ons ingespannen in de afgelopen periode om inderdaad de ontwerpwet gelijke behandeling gereed te hebben voor behandeling en de wet geweld op de werkplek en seksuele intimidatie en daarnaast nog drie andere behandelklare wetten, in totaal 5, en ik weet niet of het de DNA zal lukken om al deze 5 behandelklare wetten van ons nog in behandeling te nemen als we ervan uitgaan dat maart 2020 dat dan in die maand de beëindiging zal zijn van het werk van de Nationale Assemblée als je goed bent geïnformeerd. Dus uitgerekend nog 5 maanden plus de resterende weken van oktober. Maar ik hoop wel dat deze 2 wetten in behandeling komt, want we zijn al gereed, al geruime tijd, om die behandeling daar te doen. En dan gaan we toetsen, inderdaad, in hoeverre en welke volksvertegenwoordigers zich zullen opstellen ter goedkeuring van deze wetten. The purpose is a training. So training on what? Mainly 2 things. One is ILO conventions on discrimination, and we have 2 of them, convention number 100 and 111. So that's one. And also the National Assembly of your country, Suriname, has a draft law on equal treatment at work. That's currently before the National Assembly, and hopefully soon it's going to be discussed. So this training is also going to discuss the draft law as well. The participants are tripartite, meaning they are government representative, workers representative, and employers representative. So once the law is passed, they're going to implement, they're going to apply the law. So it is good to be informed about the draft law. It's a draft, but it's nice to be informed. But also, because it's a draft,
they can also express their opinions and maybe even suggestions to make the draft law even better. And also, this draft law is based on the two conventions I just mentioned, 100 and 111. So it is also useful for the participants to be informed about it for the better implementation. Jaarlijks wordt op 16 oktober wereldwijd Wereldvoedseldag gevierd. Op deze dag vraagt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, de FAO, aandacht voor voedselzekerheid in de wereld. Het thema dit jaar is Our Actions are Our Future. Healthy Diets for a Zero Hunger World. Als lidland van de FAO en de VN herdenkt ze ook Suriname jaarlijks Wereldvoedseldag. Voor Suriname is het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, verantwoordelijk voor de agrarische sector en hiermee het garanderen van voedselzekerheid. Voorafgaand aan deze bijzondere dag organiseren het ministerie tal van activiteiten, waaronder een plantenverkoopdag en het doneren van breddeboomplantjes aan SOGK. Op 16 oktober werd op het hoofdkantoor van het ministerie van LVV een minibeurs georganiseerd. Behalve de LVV-onderdirectoraten namen ook bedrijven vanuit de private en publieke sector hieraan deel. Gezien het feit dat het beleid van LVV-minister Rabin Parmisser het agrarisch bewustzijn bij jongeren stimuleert, werden scholen uitgenodigd voor een bezoek aan de beurs. Ongeveer 230 kinderen van leerjaren 7 en 8 van de Oranje School, de J. Theodorus Wenzel School, de Sint Ignatius School en de Sint Gertrude School mochten onder het genot van melkproducten, gesponsord door Melkcentrale NV, informatie halen bij diverse stands betreffende de agrarische sector. De activiteiten werden afgesloten middels een lezing, productie en voedselveiligheid. Op WVD wordt extra aandacht besteed aan de rol van de agrarische sector betreffende de bestaanszekerheid van agrariërs en hun bijdrage aan de voedselzekerheid en voedselveiligheid. Gelet op de sociaal-economische ontwikkelingen in Suriname en de internationale markten is het van belang te kijken hoe op een duurzame manier de armoede en hongersnood in Suriname terug te dringen is. De regering van Suriname heeft de taak te zorgen voor het toegankelijk maken van voldoende gezonde voeding voor de totale samenleving. Het ministerie van LVV heeft daarom de verantwoordelijkheid op zich genomen er alles aan te doen de voedselzekerheid en voedselveiligheid voor de burgers te waarborgen. Dit natuurlijk in nauw overleg met andere samenwerkingspartners uit de publieke en private sector.